Ja, verzamelen is natuurlijk al van alle tijden. En heel veel mensen verzamelen in de wereld, in Nederland, in Twente, in Almelo. Dus we hebben een oproep geplaatst in de lokale pers hier in Twente. En nou, er kwamen heel wat reacties los hoor, meer dan 40. Dus hebben we echt een selectie uit moeten maken. Hoe is deze verzameling begonnen? Ja, dat is een heel mooi verhaal altijd. In Gorinchem, waar ik toen woonde, had je een tweedehands platenzaak. En die had dan op de zaterdag altijd, toonde die als een nieuwe aanwinst, zeg maar. En er stonden opeens 4, 5 LP's van de Beatles. Nou, toen dacht ik, ja, dat moet wel een hele mooie, goede band zijn. Dus nou, heb ik die platen gekocht. En sindsdien ben ik aan het verzamelen gegaan. En we hebben dus ook de expositie Hebben genoemd, de passie van het verzamelen. Juist omdat inderdaad, niet voor iedereen, maar voor veel mensen is het echt continu dat op zoek zijn, daarmee bezig zijn. En het leuke is dat die mensen ook altijd een verhaal hebben. He? Iedereen, je hebt altijd een gesprek met verzamelaars. En hier kun je zien hoe de verloop is, he, van LP naar een 8-track was toen ook uitgebracht, cassettebandje, CD, een geluidsband. We hebben wandelstokken, vingerhoeden, matroeska's. Veel auto's worden natuurlijk verzameld, dinkytoytjes. Maar ook mensen die varkentjes, kikkertjes verzamelen. En heel bijzonder iemand die boodschappenlijstjes verzamelt. Dat had ik nog nooit gehoord. Hier heeft ze dan gekeken naar de ondergrond. Dus is het een koffiefiltertje waarop geschreven is. Gewoon een stukje uit de agenda gescheurd. Een kaart die ze nog over had. Een zakdoekje is de dingen opgeschreven. Ja, dit is dus een hele uitzonderlijke verzameling. Maar verzameling is nooit compleet. Nee, dat blijft. Als je alleen al voor yesterday zijn 3000 of meer versies uitgebracht. Dus ik kan voorlopig nog wel even mijn tijd voldoen.